We hebben afgelopen weken gerepeteerd zonder Michiel, zonder piano en dit keer met Michiel en met piano. Ja, we zijn vandaag heel ver gekomen eigenlijk. We hebben gewoon alles kunnen doorlopen. Hier en daar moesten een paar dingetjes aangepast worden. Voor ons is dat een beetje zo'n improvisatie met de muziek. Het duet is een structuur en dat werd geconnect met een bepaald timing van de muziek, een bepaalde dynamiek van de muziek en nu is dat totaal weg. Het eerste ding wat je ziet is dat hij geen papier voor zich heeft. Nou, dan kijkt hij het omhoog. Of hij kijkt ergens naartoe en of hij staart ergens naartoe. Dus het is allemaal op gevoel. Ik denk dat wij als dansers puntje op de i moeten zetten. Maar het is vooral de connectie met de pianist. Ik heb nu al het gevoel, laten we gewoon podium gaan, want ik denk dat wij hetzelfde gaan doen als Michiel. We hebben een structuur, maar we gaan een beetje improviseren in qua timing. Want ik heb vandaag nog niet gevoeld, maar ik hoop eigenlijk dat het een beetje gaat. Ja, ik wel, ja. Ja, deze mijn solo had ik een paar momenten dat ik hem ook echt zie. En dan denk ik van, Dat is cool. Het stuk is best wel hemels. Het duet dat wij hebben, dat is heel aard. Het is heel humaan. Maar het is niet zo dat je een verhaaltje gaat zien van een man en een vrouw die elkaar tegenkomen en die verliefd worden en weet ik veel. Ik vind het wel allemaal licht en hemels, maar er zit voor mij wel droefheid in. Er zit wel gewicht in. In de muziek. Dus eigenlijk het is niet een keuze geweest. Het brengt gewoon iets naar boven en daar kun je niet echt voor kiezen. Het gebeurt gewoon. Er zit één stuk in, dat is voor mij, dat stukje is misschien 3, 4, 5 seconden. Dat is voor mij het beste van de hele show. Mm. En dat is een geriedel, super snel geriedel. Oh, en elke keer dat ik het hoor, dan krijg ik kippenvel. En dat vind ik jammer ook, dat hij dan nu gaat improviseren en dan is het niet zoals op dus hetzelfde cd. Dus je raakt dan hechter aan. En dan raak ik heel erg hechter aan. En elke keer dat ik kwam in een cd, dan super fijn. En vandaag was hij een beetje aan het improviseren, dacht ik, nice, maar... Waar is mijn stukje? Ik moet er nog aan wennen. Ja. Maar ik ga het hem vertellen. Ik ga het hem vertellen van, hey, dat stukje, dat vind die ik heel mooi. Die 2 seconden, die moet erin. Nou, moet niet, maar ik vind het heel mooi. Dus kijk maar wat je mee doet. Ja.